Werk is een stabiele factor in ons leven. Helaas komt niet iedereen makkelijk aan een leuke baan. Daarom is juist deze groep mensen gebaat bij wat extra begeleiding. Werk is eigenlijk een heel groot onderdeel van je daginvulling. Dan zit je meer tijdens thuis. En op het moment dat jij je prettig voelt en je met plezier naar je werk gaat, ben je ook beter in dat wat je doet. We komen toch dagelijks mensen tegen die niet zoveel geluk hebben gehad in hun leven. Foute keuzes gemaakt hebben, een beetje jong, wild, verkeerde dingen. En dan ben je 23 en dan denk je, ja, en nu? En dan kom je op een kruispunt en dan kun je een keuze maken. En ik denk dat je dan wel heel goed bent, dat wij je helpen met de juiste keuze te maken. En je kunnen ondersteunen door opleidingen te faciliteren. Te zorgen dat die dan ook succesvol afgerond worden in combinatie met de praktijk. Dus je kunt meteen en werken en opleiden en uiteindelijk doorgroeien naar een vaste baan. Daar is waar we het voor doen. Ik ben daar binnengekomen in het intakegesprek. Dan gaan ze kijken wie je bent, wat je wil en dan gaan ze zoeken voor werk. Na een tijdje zoeken ben ik dan op de DSM terechtgekomen. Ik spreek Margaret één keer per week. Voor mij doet dat eigenlijk heel veel, want ik heb zo, dat komt van twee kanten en als iemand goed is, dan word je ook beloond. Het ondersteunen en begeleiden van deze mensen levert enerzijds natuurlijk goede werknemers op. Anderzijds levert het ook een bepaalde genoegdoening op. Ook voor mijzelf word ik er blij van als ik blije mensen heb en die dan hier binnenkomen en eigenlijk zoekende zijn naar wat gaat mijn toekomst brengen. En je ze ergens kunt plaatsen en ze daarna zeggen van het is echt fijn daar, ze ontwikkelen sociale contacten. Het is gewoon leuk om te zien dat je iets hebt kunnen bijdragen aan een ander mensenleven.